Welkom in deze nieuwe video van Ballstar. Vandaag wil ik het eigenlijk eens hebben over Muffin. Omdat jullie, ja, ik merk ook wel dat jullie wel vast ongerust zijn over haar. Muffin is vandaag terug naar de dierenarts geweest. Waarom? Eerst over controle. Maar ook omdat zij nogal agressief reageerde gisteren tegen Snuffel. Snuffel liep gewoon bij het kot. Dus eigenlijk zit het kot van Muffin. En die liep er dus gewoon bij. Dat zat dan een Muffin erop. Ook als ik die losliep, dat was springen erop en niet normaal. Ik heb dan ook een mail gestuurd naar de dierenarts om te laten weten van ja, kijk, dit is wat er bij mij thuis gebeurt eigenlijk. En ik wil, ik vind het niet normaal. Waarschijnlijk is het door de medicamenten of zo, wat, dat weet ik ook niet door wat. Dat heeft ze eigenlijk niet echt kunnen zeggen. Maar ik ben wel een beetje ongerust over haar. De meeste zijn ook teruggegaan naar de dierenarts. Maar ik niet wist wat er precies ging gezegd worden of wat gedaan. Heb ik de camera ook niet meegenomen. Omdat ik zoiets had van ja, ik wil, als er slecht nieuws zijn of zo, dit of dat, wil ik dat ook niet dat mensen dat direct horen via de camera. Dan wil ik dat zelf meedelen. De medicamenten blijven eigenlijk gewoon hetzelfde. Nu moet ik alleen straks Snuffel, is waarschijnlijk nu naar de kleine kamer gelopen, waardoor het nu eigenlijk momenteel rustig is. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik daar meteen moet doen voorlopig. Maar dat zien we dan wel later, als alles goed genezen is, eigenlijk hoe we dat iets aan kunnen doen. Plus daarbij natuurlijk, ja, dat we daar niet heel veel tegen kunnen doen. Mensen op TikTok gisteren die live zaten, die hebben ook wel meegemaakt wat er gebeurde, want ze hoorden ook het lawaai. Maar ik maak me er eigenlijk niet echt ook nu niet meer zo heel veel zorgen in eigenlijk. Omdat ik zo denk van, waarschijnlijk gaat dat voorbij, omdat ze hebben altijd elkaar graag gezien en dat kan zomaar niet vergeten zijn. Ik denk dat meer is door de angst of zo, door de stress dat het nu gebeurt. Maar dat zien we straks wel eigenlijk. Ik heb ook niet gefilmd, omdat ik ook zoiets had van, dit film je niet. Als het zo film zou dat voor de dierenarts zijn en zo'n ding allemaal. Dat was eigenlijk wel een beetje mijn idee. Dus ja, hoe dat die nu tegen elkaar nu reageren, weet ik niet. Want Snuffel is hier niet te bespeuren in ieder geval. Snuffel zit waarschijnlijk op de kleine kamer nog steeds. Dus dat zien we straks wel. Daarmee dat ik ook niet echt heel veel gefilmd heb. Maar ik vond het wel belangrijk om een mededeling te doen. Zij moet nog steeds deze... Nee, ik zal het even pakken. Dus het is nog steeds deze dat ze moet krijgen. Dit is een ontsmettingsmiddel. Eigenlijk niet meer dan dat. Ontsmettingsmiddel, eigenlijk een stukje dat je kunt zeggen. Daar wordt ze roos van. En dit is de antibiotica. Dat ze krijgt. Dus ik vind het wel belangrijk om dat toch te laten zien. Ik heb ook foto's gemaakt van Snuffel. Ik zal ze even laten zien van Muffin dat die hier op staan. Ik ga het eventjes laten zien. Echte foto's. Dan kan je het ook eens zien hoe dat Muffin eruit ziet. Staan die foto's hierop? Ik denk het wel. Of staan ze op tablet? Hier staan ze. Dit is nu momenteel Muffin. Ziet er momenteel zo uit. Haar oogst kreeg ontstoken, het gaat wel een betere oogst, maar toch ontstoken door wat er gebeurd is eigenlijk. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is, door die ontsmettingsmiddel in haar oog te komen, niet door mij, maar omdat ze op een operatietafel lag, is dat gebeurd. En daar moet je dus zelf in doen. Die ligt ook op de kast, omdat ik alles van de tafel heb gedaan. Ligt ook gewoon momenteel op de kast. Ik vind dat wel belangrijk eigenlijk, om dat goed mee te delen. Dus momenteel gaat het wel redelijk goed, denk ik. De wonde was ook heel goed genezen aan het worden. Was ook al steeds aan het dicht aan het gaan. Maar we blijven natuurlijk goed opvolgen. Dat we natuurlijk binnenkort niet terug een operatie moeten gaan met haar. Dus we gaan dat zeker en vast proberen om dat zo te houden. Moest je daar nog vragen over zijn, over Muffin? Laat het ook gewoon weten. Ik zeg het, je kunt het overal bereiken, overal. En ik vind het ook wel belangrijk dat iedereen... die vragen heeft en kan stellen. Even de bericht sturen. Dus dat je weet eigenlijk. Voor de rest is er eigenlijk niet heel veel dat er veranderd is eigenlijk. Dus Muffin. Hoe lang dat het niet ergstig ziek is, of wat dan ook, hou ik ze zoveel mogelijk goed en bij mij.
Fysiek is ze helemaal in orde, want de dierenarts zei ook, ze is echt fysiek helemaal top. Voor haar leeftijd, ze is een jaar oud, dat jullie wel weten. Dus eigenlijk is ze heel fysiek oké. Daar is helemaal niets mis mee. Dus daar zijn we alleen positief over. Het ligt ook niet aan het kuisen van het kot, want het kot wordt ook één keer in de week of twee keer in de week gedaan, als het echt heel vuil is. Dus ik onderhoud die ook al goed, ze krijgen goed eten, dus ja, dus aan mij ligt het zeker niet. Wat er nu precies gebeurd is, waarschijnlijk door een stinger van de stro is hier geprikt. Dat zie je natuurlijk niet, want ze hebben allemaal haartjes en dat is weer ontsteken. Dat is eigenlijk wat het verhaal is wat het hier was, wat mij vertelde. Dus dat zou er misschien het probleem kunnen geweest zijn. En voor de rest ook niet echt heel veel. Sowieso wordt het wel gevolgd en ja, ga je wel horen hoe ze een verder proces geneest. Maar dat gaat even duren. Dus, maar ja, ik ga daar niet voor thuis blijven. Ik ben nog naar Gent geweest, dat jullie wel weten. Dus dat je dat weet. Ik ga daar niet voor thuis blijven en zo. Dus dat sowieso niet. Ik doe gewoon mijn ding. Ik verzorg het niet wanneer dat nodig is. En dat weet mijn vriend ook allemaal. Dus dat is geen enkel probleem. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik allemaal heb gezegd. En hopelijk vond je dit een leuke video. Dat is zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.